gemeente Oude IJsselstreek wilde heel graag een zwemvoorziening voor hun burgers. En dat zijn ze samen met LACO zijn ze dat aangegaan. Dus de gemeente die is de beheerder van het gebouw en wij doen de invulling. We hadden 3 zwembaden, dat is gewoon te veel. Dus daarom hebben we een hele discussie gevoerd. Daar is uitgekomen dat we uiteindelijk gekozen hebben dat we 2 baden open houden. We hadden er 3. Dus we houden een binnenbad open in Varsseveld en een binnen- en het oude buitenbad hier in Terborg. En het binnenbad is helemaal nieuw met een wellness en een sauna en een stoombad en een klein peuterbad voor kinderen. Nou, ik vind het een heel mooi zwembad. En wat ik belangrijk vind is, dat hebben we ook afgesproken, dat we alle doelgroepen die eerder ook in de andere zwembaden zwommen, kunnen blijven bedienen. En dat is hier aan de hand. Ik geloof dat er nog iets heel bijzonders hier in het zwembad is, want de vloer kan verschuiven. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. We hebben te maken hier met een verstelbare bodem. En die kan op elk gewenste hoogte kan die worden ingesteld. En zoals je hier kan zien worden er ook zwemlessen gegeven. Dan staat die op 63 centimeter of op 70 centimeter. En als de zwemvereniging komt, dan staat die op een diepte van 2 meter. Dus iedereen, elke gebruiker, die kan hier terecht. Een Olympisch zwembad en een pierenbadje in één? Ja, eigenlijk wel. We willen ons niet bemoeien met de exploitatie van de zwembaden. Maar dat wil niet zeggen dat we onze handen helemaal eraf van aftrekken. Want jaarlijks gaan we met de partijen die het voor ons exporteren gesprekken aan van hoe gaat het, moeten dingen veranderen, zijn de inwoners tevreden. Dus daar blijven we wel bij betrokken. En worden die gesprekken dan in pak gevoerd of in een zwembroek? Nou, ik denk in pak.